Van der Laan van D66. Zij heeft de mondelinge vraag aan de minister over de zorgelijke ontwikkelingen rondom het WK in Qatar. Het woord is aan mevrouw Van der Laan van D66. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. En nog geen uur geleden heb ik dit shirt in ontvangst mogen nemen. Dat is een replica van het Cruijffshirt WK 1974. Dat is door de stichting Don't Turn Your Back gemaakt en aangeboden. En dat, door het shirt vraagt het aandacht voor de omgekomen arbeidsmigranten en de nabestaanden en het leed dat hen is aangedaan. En Don't Turn Your Back, niet wegkijken, is ook waar ik naartoe wil. Want ondanks herhaalde oproepen van D66 en de Kamermeerderheid om niet met een regeringsdelegatie naar Qatar te gaan, heeft het kabinet ervoor gekozen om toch met een regeringsdelegatie daar naartoe te gaan. En sinds die aankondiging zien wij schaamteloze berichten in het nieuws. Ik noem er een aantal. Arbeidsmigranten die uit hun huizen worden gezet om plaats te maken voor voetbalsupporters, op last van de FIFA notabene. Een corona-app die reizigers naar Qatar moeten installeren, die volgens Noorse onderzoekers veel verder gaat dan alleen het coronavirus in de gaten houden. En onlangs werd bekend dat Nederlandse supporters gratis kunnen afreizen naar Qatar, maar dan wel een verklaring moeten ondertekenen om positieve berichten te plaatsen en negatieve reacties te rapporteren. Dit is propaganda, voorzitter. En wat is de reactie van het kabinet op dit verschrikkelijke nieuws? Dank u wel. Het woord is aan de minister. Ja, voorzitter, we hebben daar als kabinet natuurlijk al inderdaad een reactie op gegeven wat wij gedaan hebben als het gaat om de besluitvorming om wel een regeringsdelegatie naar Qatar te sturen. En mevrouw Van der Laan die refereert natuurlijk aan een aantal dingen die nu op dit moment in de media zijn gekomen. Dat verandert niets aan ons standpunt en dat is dat wij er duidelijk, en dat is niet lichtzinnig gebeurd, dat wil ik nog een keertje benadrukken, niet lichtzinnig, echt in gedachten ook met de mensenrechten situatie in Qatar en ook hoe we daar zelf tegenaan kijken, maar wel besloten om echt een constructieve, kritische dialoog met Qatar te blijven aangaan. En om die reden ook, om in die dialoog te blijven, ook voor te kiezen wel met een delegatie naar Qatar te gaan. En de recente berichten die veranderen daar niet veel aan. Even de laatste misschien, want dat is een van de meest verse natuurlijk, hè, de Oranje fans. Het is ook echt aan de fans, wat mij betreft, om zelf te bepalen, wij schrijven dat niet voor, of ze wel of niet naar Qatar afreizen. Wij zijn doorlopend in gesprek als kabinet en blijven dat ook doen, ook rondom het WK, over de mensenrechten situatie daar, over de duurzame verbetering die we ook voor ogen hebben voor de arbeidsmigranten. En als sportminister, misschien ook goed om te vermelden, voer ik daarnaast ook gesprekken in Europees verband. Als het gaat om de toewijzing van dit soort grote sportevenementen van tevoren. Maar het is aan de supporters zelf om die afweging te maken om wel of niet af te reizen naar Qatar. Mevrouw Van der Laan. Ja, voorzitter, ik zeg ook niet dat het kabinet dit besluit lichtzinnig heeft genomen. Maar het is ook niet lichtzinnig wat daar is gebeurd en wat er nog steeds gebeurt. Hè? Vrouwen hebben geen positie in de maatschappij. De LHBTI+ gemeenschap waant zich niet veilig. En er zijn duizenden arbeidsmigranten omgekomen. En als we het dan inzoomen en hebben over de Oranje fans, dan zegt de minister dat is aan de fans zelf. Ja, dat kan zo zijn, maar ik vind dat te makkelijk. Een iets meer principiële houding had ik graag gezien. En wanneer gaan we daar nu eens aan de voorkant mee aan de slag? Bij de toekenning van internationale sportevenementen. En gaan we een strategie ontwikkelen en onze invloed als land nemen om niet in deze positie te komen? De politiek laat het ook enigszins gebeuren. We hebben Sochi gezien, we hebben de afgelopen winterspelen gezien en nu hebben we het er weer over. Dus mijn vraag aan de minister is, kunt u met een brief voor het sportdebat komen met een strategie over hoe wij als Nederland zoveel mogelijk invloed aan de voorkant kunnen krijgen en kunnen nemen om deze situaties te voorkomen? De minister. Nou, ik heb al eerder aangegeven, voorzitter, ook aan mevrouw Van der Laan, dat ik zeker van zin ben om daar aan de voorkant te proberen zoveel mogelijk aan te doen.
Om één voorbeeld te noemen, dat is de Europese Sportraad die eind november plaatsvindt. Daar wil ik ook echt zorgen dat dit onderwerp goed op de agenda terechtkomt. Ik voer daarvoor ook van tevoren overleg met mijn collega's om dat voor te bereiden. En neem daarmee ook een actieve positie in. En ik kan me voorstellen dat dit ook een van de onderwerpen is die in het debat aan de orde komt. Om dat direct allemaal in een brief te vatten, dat is een tweede. Maar ik ben wel daar heel actief mee bezig. En dat wil ik ook echt zo doen en ga ik ook echt zo uitvoeren. Daar kunt u van op aan. Mevrouw van der Laan. Ja, ik zou graag de activiteiten dan toch helder in een overzicht willen hebben. Zodat we in de toekomst niet overvallen worden. Maar voorzitter, ik zou graag willen markeren dat sport en politiek dus geen twee gescheiden werelden zijn. Ik heb de afgelopen tijd van de regering alleen maar geopolitieke argumenten gehoord om wel naar een internationaal sportevenement te gaan. Dus het zou premier Rutte en het kabinet ook goed staan om dat niet meer in de mond te nemen. En andersom werkt het ook dat als de sport de landelijke politiek een keer nodig heeft, dan moeten wij ook thuisgeven. De minister. Ik weet niet of ik hoorde geen vraag, voorzitter, maar in reactie wil ik zeggen wat ik eerder ook gezegd heb. Ik denk dat sport en politiek, dat sport wel degelijk een verbroedering ook veroorzaken. En dat het ook een mooie methodiek is om juist met volkeren met elkaar in contact te zijn. Dat gebeurt ook vaak rondom dit soort sportevenementen. We hebben het hier natuurlijk over een zeer delicate situatie, een delicaat evenwicht. Nogmaals, we hebben het besluit niet lichtzinnig genomen. Dat was inderdaad een bredere afweging dan alleen de sportafweging. Maar we hebben vooral ervoor gekozen, en daar staan we ook echt voor, om de dialoog met Qatar, om dat positief, kritisch en constructief aan te vliegen. En daarvoor ook in dialoog te blijven en daarvoor ook te gaan met een regeringsdelegatie. Mevrouw van der Laan. Positief, kritisch vat ik wel op als sober. Dus geen foto's van borrels en feestjes. Sober. Voor mijn part stuurt u alleen vrouwelijke bewindspersonen. Maar we kunnen toch een iets meer principiële positie innemen als Nederland. Minister. Ik denk dat soberheid in zijn algemeenheid hier gepast is. Ik ben zelf ook een vrij sober persoon. We hebben ook nog geen besluit genomen over de delegatie. Dat gaan we nog doen als kabinet. Maar ik neem deze aansporing mee, voorzitter. Mevrouw van der Laan. Ja? Ik ben blij dat de minister dit punt in ieder geval mee terugneemt. Dank u wel, mevrouw van der Laan, voor het stellen van de mondelinge vraag. Er is een aantal vervolgvragen. Een vraag is kort en bondig. Binnen 30 seconden ga ik u hinderlijk onderbreken. Allereerst de heer Kousou van Denk. Voorzitter, dank u wel. 6.500 arbeiders, voorzitter. 6.500 mensen. Laat dat even op u inwerken. En ik vraag me af, voorzitter. Beseft de minister dat zij zich hierdoor als lid van het kabinet, maar ook als persoon, laat lenen voor een propagandamachine? De minister. Ik sta er als lid van het kabinet anders in, voorzitter. Wat ik net heb uitgelegd is dat we binnen het kabinet daar niet lichtvaardig mee omgaan. Dus die 6.500 wordt ook helemaal niet ontkend, dat wordt juist erkend. De vraag is hoe je vindt dat je daar het beste mee om kunt gaan. En hoe je het statement kunt maken en hoe je ook kunt aansturen op verbeteringen. En dat is wat we gedaan hebben en dat is wat we doen ook. En daarvoor vinden we ook als kabinet dat we daarvoor in een constructieve, kritische dialoog moeten blijven met Qatar. En dat is het besluit wat we hebben genomen. De heer Kousou, denk ik. Voorzitter, ik ga dat nog een keer herhalen. 6.500 mensen die zijn omgekomen. En ik hoor dan nu van een lid van het kabinet die sport naar portefeuille heeft, voorzitter. Dan hoor ik dat we positief kritisch moeten zijn en constructief het gesprek moeten aangaan, terwijl er 6.500 mensen zijn aangekomen. Kan de minister mij concreet vertellen hoe zij positief kritisch kan zijn, hoe zij constructief kan zijn, terwijl er 6.500 mensen zijn omgekomen, voorzitter? De minister. Nou ja, voorzitter, dat kan ik heel goed, omdat we namelijk op die manier ook door die dialoog te voeren, als ik kijk even naar wat er wel gebeurd is in Qatar, in ieder geval een aantal dingen vanwege de internationale druk voor elkaar zijn gekregen. Is dat voldoende naar onze maatstaven? Nee, dat vinden we nog niet voldoende. Dat is juist de reden om ook met elkaar in dialoog te blijven.
De heer Van Dijk is speler. Voorzitter, ja, dit is buitengewoon hypocriet wat ik hier hoor. Want praten over mensenrechten, daar gaat het helemaal niet over. Dat is hartstikke goed, dat moet u vooral doen. Het gaat erom dat het kabinet hier heeft besloten om een motie van de Tweede Kamer te negeren. Om een officiële afvaardiging naar dat WK te sturen. Om daar een feestje te gaan vieren op een massagraf in zo'n stadion. Dat kunt u niet menen. Stop daarmee, zeg ik tegen de minister. Doe dat niet. De minister. Ja, voorzitter, ik sta daar toch anders in. Ik vind dat niet hypocriet. We nemen onze verantwoordelijkheid om na te denken en daar een antwoord op te geven wat wij denken op dit moment in de tijd een verstandig besluit is. Dat besluit hebben we niet lichtvaardig genomen. Dat is een brede afweging geweest waarbij we wel degelijk de ernst van de situatie van de mensenrechten en schendingen in het verleden op ons hebben laten inwerken. Maar die afweging is echt breed gemaakt, nogmaals niet lichtvaardig. En ja, ik wijs de woorden hypocriet daar toch echt van de hand. Ik vind dat ook het nemen van de verantwoordelijkheid als lid van het kabinet en ook als heel kabinet. Dank u wel. De heer Segers, ChristenUnie. Ja, mevrouw de voorzitter. Dat je diplomatieke banden onderhoudt met landen met bedenkelijke reputatie, dat snap ik. Dat je economische banden onderhoudt in een globale wereld, dat kan ik ook nog begrijpen. Maar dat je een feest gaat meevieren in een land waar mensenrechten zo zijn geschonden, dat snap ik niet. En ik vind het een verkeerd besluit. Ik vind het een teleurstellend besluit. Ook omdat een motie van de Kamer naar zich neer is gelegd. Als dan het kabinet besluit om wel te gaan, dan op zijn minst zou je kunnen bijdragen aan het compensatiefonds waar Amnesty International aandacht voor vraagt, waar ook de UEFA de FIFA op aanspreekt. Dank u wel. En waar compensatie uit wordt betaald voor arbeiders wiens rechten zo zijn geschonden. De minister. Ja, voorzitter, ik ken natuurlijk de mening van de heer Segers hierover. Ik kan geen uitsluitsel geven over bijdrage aan het fonds. Niet hier, op dit moment in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Dus daar moet ik over nadenken. Wanneer kan de minister daarop terugkomen? Ja, dat moet ik even beraten. Daar ga ik niet alleen over. Dus, De heer Segers. Want ik zou de minister inderdaad willen aanmoedigen. Als het kabinet inderdaad, en daar heeft het alle schijn van, door wil op het pad wat het heeft gekozen, namelijk om wel een afvaardiging te sturen, dan op zijn minst moeten de inspanningen ter verbetering van de situatie daar worden voortgezet. En dat kan door middel van zo'n compensatiefonds. Dus mijn aanmoediging is om daar gebruik van te maken, om dat te doen. En ik hoor graag van het kabinet op welke wijze ze daar invullingen willen geven. De minister. Ja, nou, ik kan in ieder geval, voorzitter, ook aan de heer Segers aangeven dat we uiteraard natuurlijk ook kijken als we daar ter plekke zijn wat we kunnen doen. Ook aan acties en activiteiten daar kunnen doen. En ik neem dit mee en kom daar bij hem op terug. Dank u wel. De heer Mohandes, PvdA. Voorzitter, we hebben hier natuurlijk te maken gewoon met een regime daar dat schaamteloos ook op allerlei manieren supporters hier probeert om te kopen via een code of conduct, via allerlei manieren om maar goed te praten over Qatar. En ik begrijp oprecht de houding niet van het kabinet, voorzitter. En mijn vraag is dan ook, minister, zei net iets van, ja, we zijn in dialoog en we hopen wat stapjes. Wanneer bent u dan tevreden? Wat verwacht u nog dat Qatar gaat doen, waardoor dit kabinet denkt, nou ja, wij zien nu wat vooruitgang. Ik begrijp het gewoon echt niet. De minister. Nou, voorzitter, we kunnen natuurlijk geen eindresultaten over neerzetten. Maar we hebben in ieder geval gezien de afgelopen periode dat de internationale druk heeft bijgedragen aan een aantal dingen die daar gebeurd zijn. Ten goede gekeerd zijn. Zijn we er helemaal? Nee, dat vinden we ook nog niet. Maar het is een keuze welk statement je wil afgeven. En we hebben in een brede afweging de keuze gemaakt om vooral in die constructieve, kritische dialoog te blijven, daar ook aanwezig te zijn met een regeringsdelegatie. Nogmaals, over de samenstelling hebben we nog niet gesproken, hebben we nog niet het besluit genomen. En op die manier te zorgen dat we een ingang hebben om daarover te kunnen spreken. En dat zijn wij niet alleen. Ook de KNVB heeft ter plekke hun contact, heeft nu ook contact met de ambassadeur, de Nederlandse ambassadeur daar ter plekke, om te kijken wat zijn de mogelijkheden om dat continu, om daarover in gesprek te blijven. En dat is, ja, dat is een keuze die we daarin gemaakt hebben. Ja, voorzitter, er zijn best wel wat collega's die vandaag een vraag hebben gesteld en het antwoord is kort, maar ook weinigzeggend. Ik maak het concreter. Er zijn best wel veel, en dat is relatief
Je kunt zeggen objectief vastgesteld dat daar duizenden mensen, de collega Kuzovest en duizenden mensen zijn overleden door erbarmelijke arbeidsomstandigheden. En wat is dan het gesprek wat wordt gevoerd? Waar gaat het gesprek dan over? Om volgende keer minder doden te laten vallen bij staan oprecht? Ik begrijp niet waar dat constructieve gesprek dan over gaat. Maak dat dan concreet. Dank u wel, de minister. Nou ja, ik wil toch verwijzen, voorzitter, ook in het kader van de kortheid van het behandelen van de mondelinge vragen hier, dat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken in het mensenrechtendebat recentelijk daar uitgebreid over heeft gesproken. En ook in de mensenrechtennota. Ik kan er wel iets over zeggen. Wat er in ieder geval gebeurd is, is het ontmantelen van het kafala-sponsorsysteem. Het uitreisvisum vereiste, waardoor werknemers zonder toestemming van hun werkgever het land niet mogen verlaten, is afgeschaft. Het certificaat van geen bezwaar, waardoor werknemers zonder toestemming van hun huidige werkgever van baan kunnen wisselen, is afgeschaft. Er is sinds 2021 hittestresswetgeving en er is een nieuw niet onderscheidend minimumloon geïntroduceerd. En er is ook een oprichting van medezeggenschapsraden. En dat zijn toch dingen die er voor die tijd niet waren. Dus daar is voortgang. En dat geeft hoop in ieder geval met elkaar om op die voortgang door te gaan. En daar acteren we niet alleen in. Ook dat doen we in internationaal verband. Dank u wel. Mevrouw Milders, CDA. Ja, voorzitter, dank. We hadden inderdaad dat mensenrechtendebat met minister Hoekstra. En het belangrijkste punt daarbij was toch ook voor ons van hoe kun je nou voor de toekomst voorkomen dat dit soort situaties weer gaan voorkomen. Maar ook nog tijdig zorgen voor het fonds waar ook Amnesty naar vraagt. En dat gaat dan om compensatie. Ik begrijp dat collega Segers daar vanuit Nederland geld in wil stoppen. Het CDA zou graag zien dat degenen die het veroorzaken, dat die daar ook gaan meebetalen. Dus de voetbalbonden, nationaal, internationaal en ook Qatar. En wil de minister daar in Europees verband ook nog extra druk op zetten. Maar ook de komende dagen en weken al tot aan het evenement. Want anders wordt het mossen naar de maaltijd, ben ik bang. De minister. Daar ben ik zeker in Europees verband toe bereid. Ik ga ook in de aanloop naar het WK met de Europese collega's in conclaaf daarover. En we gaan daar ook met elkaar op de Europese Raad 29 november over spreken. Dus ben ik zeker toe bereid om daar in ieder geval inspanning in te verrichten. Mevrouw Westerveld, GroenLinks. Ja, voorzitter, we hebben het hier gewoon over moderne slavernij. En dan begrijp ik niet dat het kabinet voortdurend zegt, ja, we zijn in constructief kritische dialoog en we gaan het erover hebben, we gaan erover praten. We hebben het hier gewoon keihard over mensen die worden uitgebuit en het kabinet dat daar een feestje gaat houden. En mijn vraag is heel concreet aan de minister. Ik zou je willen vragen, wat heeft die constructief kritische dialoog, zoals het kabinet dat noemt, van Nederland nou concreet gedaan voor deze mensen daar? En wat gaat deze minister nou doen om op hele korte termijn te zorgen dat er een compensatiefonds en dat er op het vlak van arbeidsomstandigheden echt nog wat meer wordt bereikt dan nu het geval is. De minister. Ja, voorzitter, toch even weer de tegenstelling van het feestje. Het is, zo zien we het niet. We gaan in op de uitnodiging om daar naartoe te gaan en met de regeringsvertegenwoordiging daar aanwezig te zijn. Als het gaat om de concrete resultaten die ik net aanhaalde ook, als je kijkt naar de International Labour Organization, kun je zien dat er zo'n 300.000 arbeidsmigranten en domestic workers van baan zijn gewisseld. En in voorgaande jaren, in 2018, waren dat nog geen 8.000. Dus je ziet wel degelijk daar resultaten. Sorry voor het hoesje. En ook zijn er zo'n 280.000 arbeidsmigranten die hun lonen hebben zien stijgen. Dus er is wel degelijk resultaat op basis van wat we hebben gezien. Uw vraag over wat ga ik concreet doen. Ik heb net toegezegd aan de heer Segers dat ik het in beraad meeneem. Ik heb daar voor nu geen uitsluitend antwoord op. En dat ik zeker ook, en dat is de vraag die ik net kreeg van het CDA, ook in Europees verband bereid ben om daar in ieder geval mij voor in te spannen om te kijken of we dat fonds kunnen vullen. Mevrouw van der Plas, BBB. Dank u wel. Ik hoor de minister de hele tijd zeggen, we hebben dit besluit niet lichtvaardig genomen. Dat lijkt bij mij erop van dat in het kabinet is afgesproken, weet je, dat moeten we wel steeds zeggen, niet lichtvaardig genomen. Maar dat is gewoon natuurlijk gebakken lucht voor mij. Niet lichtvaardig genomen. Wat betekent dat, niet lichtvaardig genomen? Hebben jullie ruzie gemaakt? Is er gehuild? Is er geschreeuwd? Er zijn echt bijzondere argumenten geweest van, ja, weet je, en dit is echt doorslaggevend. Wat is dat, niet lichtvaardig genomen? De minister.
Ja, voorzitter, u weet dat wij daar geen mededelingen over doen. We hebben daar in het kabinet over gesproken. Het woord lichtvaardig, dat geef ik helemaal toe aan mevrouw Van der Plas, voorzitter, dat we dat vaak gebruiken omdat het het ook goed verwoordt. Het is een besluit waar we echt dingen hebben moeten wegen. En ik vind ook lichtvaardig is ook een woord wat past, daarom gebruik ik het zelf ook vaak. En dat is geen afspraak. Mevrouw Van der Plas. Nou, ik vind het een verschrikkelijk woord, niet lichtvaardig genomen. Het zijn 6500 mensen omgekomen, arbeidsmigranten worden hun huis uitgezet. Voetbalfans worden omgekocht om positieve berichten te plaatsen over het WK. Het is een verschrikkelijk woord. En ik wil ook het liefst dat het gewoon helemaal niet meer gebruikt wordt. Want het is gewoon een hele grote middelvinger naar al die mensen die zijn omgekomen en al hun nabestaanden. En dan zou ik aan de minister willen vragen, als het kabinet dan toch in Qatar is, om aan de 10.000 nabestaanden van deze mensen dan uit te leggen dat het besluit niet lichtvaardig is genomen. Want ik denk dat die mensen dan echt ontzettend veel troost vinden. Vindt de minister dat niet? Ja, voorzitter. Ik nogmaals vind lichtvaardig een woord wat de lading in dit geval goed dekt. Mevrouw Van der Plas voor mij een synoniem heeft wat dat beter dekt, dan sta ik daarvoor open. Maar ik heb nu geen andere dan aan te geven dat we echt hier een serieuze afweging hebben gemaakt in de verantwoordelijkheid die we als kabinet ook dragen. En dat we dat op die manier hebben gedaan. Dus het spijt me als het woord lichtvaardig bij haar niet goed valt. Ik vind het nog steeds wel het woord wat goed past bij de situatie. Ja, u ziet ons non-verbaal wat naar elkaar toe uitzenden. Ja, het spijt me, maar ik maar u kan heeft, er zeg geen maar, beter antwoord op. Twee vragen heeft iedereen. Ik heb een synoniem. Ik heb een synoniem. Ja? Wij gaan niet. Oké, dank u wel. Kijk. Ik wilde zeggen bijna 1-0, maar dat mag ik denk ik in deze context niet zeggen. De heer Heerema van de VVD. Dat lijkt mij ook niet, voorzitter. Voorzitter, elke keer dat er een land gekozen wordt waar eigenlijk geen mooi sportevenement gehouden wordt, zijn we te laat. En mevrouw Van der Laan, collega Van der Laan, vroeg om een brief voor het sportdebat waarbij aangegeven wordt hoe wij onze internationale invloed meer vorm kunnen geven. En ik vind dat een hele relevante vraag. En de minister heeft dat niet ruimhartig toegezegd. En ik zou die vraag willen herhalen. Want als wij hier echt iets aan willen veranderen, dan heeft het wegblijven, als het al gekozen is, geen enkele zin. Geen enkele zin. Maar dan heeft de invloed voordat een evenement gekozen gaat worden, of het nou Rio of Beijing of Sochi of nu Qatar is, ja. Dan moeten we aan de voorkant komen. Dus nogmaals die vraag, wilt u die brief over hoe wij meer internationale invloed gaan krijgen toezeggen voor het sportdebat? Minister. Ja, voorzitter, dat wil ik. Een excuus dat ik dan niet ruimhartig overkom, want dat wil ik graag doen. En ik vind het ook belangrijk om dit met u te kunnen delen. De reden waarom ik wat voorzichtig daarin was, is dat ik juist ook met de Europese collega's hier overleg wil hebben. Niet alleen over wanneer we elkaar spreken, dat ik dat in de brief, maar ook dat we kunnen komen tot criteria en hoe gaan we dat dan aanpakken. Maar een brief over de stappen die ik daartoe zet, kan ik zeker toezeggen met plezier. Mevrouw Simons, bijeen. Dank u wel, voorzitter. De minister zegt dat er zware wegingen zijn gedaan alvorens tot dit besluit te komen. De minister zegt, we hebben dat niet lichthartig besloten. Dan klinkt dat mij in de oren alsof het kabinet met elkaar heeft gewogen. Ja, we hebben zoveel duizend doden, we hebben zo ongelooflijk veel schendingen van mensenrechten en misstanden. Maar er staat iets tegenover dat het absoluut de moeite waard maakt om toch te gaan. En ik ben zo benieuwd, voorzitter, wat weegt nou zoveel zwaarder dan al die bekende overwegingen om het niet te doen? De minister. Ja, voorzitter, ik ga dan wel in herhaling vallen. En ook herhalingen die ook collega Hoekstra al eerder met de Kamer heeft gedeeld. En dat is dat we vooropstaand hebben gekozen om met Qatar in gesprek te blijven in die constructief kritische dialoog. Dat is het allerbelangrijkste. En daarnaast is er een bredere weging. Ook dat hebben we in de brief uiteengezet. Een bredere weging geweest om tot dit besluit te komen. En daarbij speelt ook mee de afvaardiging van andere landen bijvoorbeeld. Maar daar speelt ook inderdaad mee recente geopolitieke overwegingen. En ook hoe er in de regio vanuit de Qatar en de regio daaromheen wordt gekeken naar dit besluit. Dat is inderdaad de bredere afweging voor bestaan. Dat hebben we ook in de brief al beschreven. En nogmaals, minister Hoekstra heeft dat ook een aantal keren uiteengezet. Ik heb daar geen andere toevoeging toe. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Wat maakt het zo moeilijk voor de minister om te zeggen, ons handelsbelang, ons economische belang, ons geopolitieke belang weegt zwaarder
dan het belang van de geschonden mensenrechten. Want dan weten we allemaal waar we aan toe zijn en hoeven we niet allemaal steeds dezelfde vraag te stellen. Het zou zo fijn zijn als dat duidelijk en unapologetic benoemd wordt. De minister. Nou, voorzitter, dat ga ik niet zeggen omdat het ook niet zo is. Omdat we hebben gekeken naar zowel het element als wat is het vehikel waar langs je met elkaar dit kunt beïnvloeden, deze situatie. En de constructief kritische dialoog vinden we daar een belangrijk vehikel in. En daarnaast is het een bredere afweging. En die hebben we al uitgebreid uiteengezet. Dan wil ik de minister bedanken voor haar beantwoording. En dan heet ik de minister voor Klimaat en Energie van harte welkom in ons midden. En nodig ik mevrouw Teunissen uit om haar mondelinge vraag te stellen aan de minister over het feit dat minder vlees eten ontbreekt in de EZK-campagne voor de Nationale Klimaatweek. Het woord is aan mevrouw Teunissen van de Partij voor de Dieren. Voorzitter, dank u wel. Het is Nationale Klimaatweek en de minister van Klimaat en Energie is de initiatiefnemer. Het is op zich een goed initiatief, maar veel mensen doen al hun best en de grote vervuilers die komen er maar mee weg. En het kabinet onderneemt zelf nauwelijks actie. Vanmiddag gaan we zien dat de klimaatdoelen waarschijnlijk weer heel ver uit zicht zijn. Dus ik zou zeggen, een betere wereld begint niet bij de burger, maar bij de minister. Maar goed, als we dan toch kijken naar die klimaatcampagne, voorzitter, dan valt ons toch echt iets heel frappants op. Hij geeft Nederlanders op social media allerlei adviezen om de klimaatuitstoot, de broeikasgasuitstoot te beperken. Ga korter of vaker koud douchen. Ga meer carpoolen. Vervang je gloeilampen. We zien in het klimaatfilmpje een grote landelijke supermarkt voorbijkomen die circulair gebouwd is. Maar zo'n supermarkt, voorzitter, ligt wel vol met kiloknallers. Over minder vlees eten wordt weer gezwegen in alle talen, behalve ergens ver weg in een hoekje op de website weggemoffeld. En vorige keer was dat weer precies hetzelfde. Vorig jaar heeft de minister van NNV van Landbouw eigenhandig minder vlees eten uit de klimaatcampagne geschrapt. Zo blijkt uit WOP-documenten. Voorzitter, het kabinet kiest consequent voor de weg van de minste weerstand. Houdt grote vervuilers als de vleessector de hand boven het hoofd. Minder vlees eten is altijd nog een klimaattaboe. En voorzitter, dat kunnen we ons niet veroorloven, want zonder de vleesconsumptie drastisch te verminderen, warmt de aarde gevaarlijk op. Het WNF zei vorige week nog, de toekomst van de aarde ligt op ons bord. En dus inzetten op een plantaardig dieet. Het IPCC zegt, minder vlees eten is nodig om het 1,5 graden doel te halen. En dan is er nu een klimaatweek, voorzitter, en dan dreigt er weer een gemiste kans om minder vlees eten een speerpunt te maken in het klimaatbeleid. Dus mijn eerste vraag aan de minister is, hij heeft allang erkend dat plantaardig dieet nodig is om de klimaatdoelen te halen. Waarom maakt hij minder vlees eten dan geen speerpunt van de klimaatcampagne? Dank u wel. Het woord is aan de minister. Dank u wel, voorzitter. En ook dank aan mevrouw Teunissen dat we via dit vragenuur aandacht kunnen besteden aan de Nationale Klimaatweek. De derde keer dat we dat organiseren en een hele mooie manier om Nederlanders, inwoners en bedrijven elkaar tips te laten uitwisselen over hoe je duurzamer kan leven. En er zit wat mij betreft dan tijdens die Nationale Klimaatweek ook helemaal geen taboe op het thema minder vlees eten. Want zoals mevrouw Teunissen zelf ook aangaf, voorzitter, de overstap naar een meer plantaardig dieet is een erg belangrijk onderdeel van onze noodzakelijke gedragsverandering om de opwarming van de aarde te voorkomen. En op de website van de Nationale Klimaatweek vindt u dan ook verschillende initiatieven van bedrijven die bezig zijn met meer plantaardig eten. Verschillende tips van klimaatburgemeesters, dat zijn Nederlanders die andere mensen helpen om duurzamer door het leven te gaan. Ook daar zijn tips te vinden over minder vlees eten, meer plantaardig eten, meer pulvruchten eten, hoe je dat op een laagdrempelige en leuke manier kan doen. Dus wat mij betreft geen enkel taboe op het thema minder vlees eten. En zoals ik al eerder aan mevrouw Teunissen heb aangegeven, voorzitter, komen we ook de komende tijd met meer gedragscampagnes waar de omslag naar een meer plantaardig dieet onderdeel van is. Mevrouw Teunissen. Voorzitter, ja, ik ben heel blij dat de minister zegt, er heerst geen taboe op minder vlees eten. Dat is heel goed. En tegelijk, als ik kijk naar het klimaatfilmpje, als ik kijk naar de social media uitingen die deze begin van de lancering van de Klimaatweek zijn gedaan, dan zie ik daar op geen enkele manier voedsel en minder vlees eten aan voorbij komen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe hij dan
gaat bijdragen aan het bewustzijn dat minder vlees eten nodig is om de klimaatdoelen te halen, hoe hij dat gaat doen en of hij daar dan ook bijvoorbeeld het eerlijke verhaal in betrekt van wat de impact van minder vlees eten of wat minder vlees eten gaat betekenen voor onze klimaatdoelen. Minister. Ja, voorzitter, misschien allereerst over de tips die tijdens de Nationale Klimaatweek worden uitgewisseld via social media, via de website nkw2022.nl. Daar hebben wij vanuit het kabinet geen selectie in gemaakt. Dus gemeentes, bedrijven, inwoners konden zichzelf aanmelden als klimaatburgemeester of als klimaatsupporter als ze goede ideeën willen delen. En dan gaat het soms over het isoleren van huizen, het helpen van energiebesparing bij anderen, consumeren minderen, maar ook een ander dieet is daar onderdeel van. Maar dat is, wat u ziet op de website is dus ook hetgeen dat door die klimaatburgemeesters en klimaatsupporters zelf is aangemeld. Daar heeft dus ook geen selectie van mij tussen gezeten. Als mevrouw Teunissen zegt, ik mis eigenlijk dan op de social media, dan bedoelt ze denk ik vooral op de Instagram-campagne die ook loopt, nog het thema minder vlees eten. Daar ga ik naar kijken wat daar deze week nog van langskomt. Maar op de website nkw2022.nl is het dus sowieso al terug te vinden. Dan meer in algemeenheid, voorzitter. Wat gaan we de komende tijd doen rondom gedragsverandering? Ik heb begin dit jaar al gedragswetenschappers gevraagd om ons te adviseren hoe we mensen kunnen helpen duurzame gedrag. Heel veel mensen willen graag een steentje bijdragen, maar weten vaak niet hoe. We hebben al specifiek advies gekregen op gedragsverandering ten aanzien van de gebouwde omgeving, gedragsverandering bij MKB'ers. Er komt ook nog advies over gedragsverandering rondom voedsel. Dat ga ik gebruiken bij alle volgende klimaatcampagnes die we vormgeven en ook bij de verdere aanscherping van het klimaatbeleid. En dat is ook nodig, want de collega's van LNV en Natuur en Stikstof zijn bezig met de uitwerking van de Nationale Eiwitstrategie, waarbij we richting 2030 echt de verschuiving willen van deels dierlijk voedsel naar meer plantaardig voedsel. En daar zal ook onderdeel van moeten zijn, hoe geef je dan consumenten ook het juiste advies, het juiste handelingsperspectief om meer plantaardige keuzes te maken in de supermarkt en op andere plekken waar mensen voedsel kopen. Mevrouw Teunissen. Ja, voorzitter. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi en dat is ook hard nodig, maar het is nog allemaal heel vaag. Als ik nu concreet naar die Nationale Klimaatweek kijk, dan zie ik nergens, maar dan ook nergens in de sociale media-uitingen, zie ik staan dat we minder vlees moeten gaan eten om de klimaatdoelen te halen. Nou zegt de minister, ik heb daar geen regie op gevoerd. Nou, dat is dus precies wat er ontbreekt. Er moet meer regie op dit soort zaken komen. En dat is precies ook wat ik aan de minister vraag. Maak het een speerpunt. Hij heeft zelf wel aangegeven dat je vaker koud moet gaan douchen. Nou, als je 5 minuten doucht, dat kost 30 liter water. Als je 1 kilo biefstuk eet, dan is dat 15.000 liter water. Dus het heeft een enorme impact op ons milieu. En dan snap ik dus niet waarom de minister dat dan ergens wel op een website, oké, dat heb ik ook al aangegeven, dat ergens weggemoffeld is op een website, maar dat die niet minder vlees eten, omdat het zo belangrijk is. En het is jarenlang door dit kabinet weggezwegen, om dan nu niet een speerpunt te maken. Dat is zo hard nodig om die klimaatdoelen te halen. Dus op welke manier gaat de minister minder vlees eten zichtbaar maken? De minister. Ja, voorzitter, ik heb echt wel moeite met woorden als weggemoffeld en regie en dat soort termen die mevrouw Teunissen nu gebruikt. Want het insinueert alsof ik bewust het thema minder vlees eten geen plek geven in deze campagne. Dat werp ik echt verre van me. Dit kabinet zit hier 9 maanden, dus ik laat me ook niet aanpraten dat dit kabinet al jarenlang dit soort tactieken toepast, want dat is gewoon onzin. Ik heb in meerdere debatten en in meerdere brieven als minister voor Klimaat aangegeven dat ons voedsel en onze voedselvoorziening een heel belangrijk onderdeel zijn in het behalen van onze klimaatdoelen en dat ook gedragsverandering daar dus een cruciaal onderdeel van is. Ik heb ook gisteren bij de aftrap van de Nationale Klimaatweek, voorzitter, gesprekken gevoerd met een aantal klimaatburgemeesters die volop bezig zijn met meer plantaardig eten. Die daar hele goede tips en ideeën over hebben en vooral ook hun ervaring hebben gedeeld. Hoe je bijvoorbeeld familie en vrienden die ook wel eens daarmee willen experimenteren over die drempel kan helpen. Om het ook gewoon op een keer op een positieve manier te gaan ervaren hoe je met meer plantaardig voedsel ook een positieve bijdrage kan leveren aan onze planeet. En dat wil ik ook op die manier blijven doen de komende jaren. En ik snap dat mevrouw Teunissen zoekt naar meer concreetheid voor de komende tijd. Ik heb haar ook al eerder aangegeven, vanaf 2023 gaan er meer
publiekscampagnes rondom klimaat en gedragsverandering lopen. Daar is de voedselvoorziening en minder vlees eten is daar onderdeel van. En zoals ik ook onlangs in het debat over COP27 heb aangegeven, de ministers van LNV en Natuur en Stikstof zijn nu bezig met de uitwerking van die nationale eiwitstrategie, waarbij echt die verschuiving van dierlijk naar plantaardig voedsel de kern is. En ook daar zullen dan verdere maatregelen vanuit het kabinet worden aangekondigd hoe we dat dan gaan ondersteunen. Tot slot mevrouw Teunissen. Voorzitter, er is deze week een klimaatcampagne. Ik zou de minister willen aanmoedigen van vandaag kan het nog geregeld worden. Maak minder vlees eten zichtbaar in die campagne. Dank u wel. Voorzitter, heel kort daarop. Ik zal daar naar kijken. Er zijn ook namelijk allerlei hele mooie initiatieven, zoals een Veggie Challenge Team Battle, waarmee je dus met een team kan meedoen om meer plantaardig te eten deze week. Dat soort initiatieven die dus al op de site staan, kunnen we ook op socials nog een plek geven. Daar ga ik sowieso naar kijken, zeg ik toe aan mevrouw Teunissen. Dank u wel, mevrouw Teunissen. Dan kijk ik even of er vervolgvragen zijn. Allereerst de heer Tjeerd de Groot van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben maar één aarde. En als we op deze manier dooreten, dan eten we gewoon de aarde kaal. Het is simpelweg onmogelijk om 10 miljard mensen te voeden met het dieet dat we nu hebben, waar veel te veel dierlijke producten in zitten. Terecht vraagt de Partij voor de Dieren aandacht voor de regie vanuit de overheid. Vanuit D66 hebben we ook ingebracht in het coalitieakkoord. Waarom gaat de overheid niet inkopen? Duurzaam inkopen, 100% duurzaam, lokaal, biologisch. Hoe staat het daarmee? Want dat is nou iets wat u concreet kunt doen. Ja, minister. Ja, voorzitter, ik ben sowieso als coördinerend klimaatminister met de minister van BZK in gesprek over in de breedte duurzaam en circulair inkopen door de overheid. Niet alleen door de Rijksoverheid, maar ook andere aanbestedende diensten. Dus hoe kunnen we de komende jaren ervoor zorgen dat we veel meer circulair natuurinclusief die inkoop organiseren. Dat gaat eigenlijk dus over alles wat we via aanbestedingen inkopen. En ik moet heel even spieken op mijn telefoon, voorzitter, voor de correcte term. Maar in juni is het strategisch categorieplan conceptieve dienstverlening gepubliceerd. En daarin staat rijksbreed hoe we omgaan met de verduurzaming van de catering binnen de Rijksoverheid. En onderdelen daarvan zijn het verhogen van het aandeel biologisch en plantaardige eiwitten, het tegengaan van voedselverspilling en ook kortere ketens bij de inkoop. Dus dichter in de buurt van die gebouwen van die Rijksoverheid ook de voedselinkoop organiseren. De heer De Groot. Ja, dank u voorzitter. En wanneer kunnen we dan verwachten dat de kantines eigenlijk dit 100% ook gaan doorvoeren? Dat kan ik nu niet zomaar uit mijn hoofd antwoorden aan de heer De Groot, dus daar ga ik op terugkomen, voorzitter. Ja. Weet de minister ook wanneer hij er ongeveer op terug kan komen? Dat zal denk ik zijn bij een van de voortgangsbrieven over het klimaatbeleid. Dan neem ik het gewoon mee in de stand van zaken van duurzaam inkopen bij het Rijk. Dank u wel. Kijk ik naar mevrouw Leijten, SP. Ja, voorzitter, je zal maar naast Tatenstiel wonen of naast Schiphol wonen en dan krijg je deze klimaatweek voor je kiezen dat je je gedrag moet veranderen. Het is volgens de SP-fractie niet de manier om mensen warm te krijgen voor het klimaat, om ze te adviseren om koud te douchen. Kan de minister aangeven waarom hij telkens weer blijft zeggen dat het de schuld is van mensen en hun gedrag dat het klimaat ten onder gaat, terwijl de vuile uitstoters en de fossiele industrie nog altijd aan de subsidie liggen van deze regering van tenminste 17,5 miljard? De minister. Nou, voorzitter, het gaat niet goed met het klimaatbeleid wereldwijd. Als we zo doorgaan, gaat de aarde opwarmen tot 2,8. Ik kom bij uw vraag. 2,8 graden opwarming, daar koersen we nu op af. En dat betekent dat we een onleefbare planeet aan het doorgeven zijn aan volgende generaties. Dus er moet veel meer gebeuren. En ja, de grootste opgave ligt bij overheden, bij de industrie en bij de elektriciteitssector. Namelijk de sectoren die nu het meeste CO2 uitstoten en die dat dus ook heel drastisch naar beneden moeten brengen. In de komende 8 jaar het kantelpunt bereiken en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Dus het grootste deel van onze inspanningen en het beleid is er ook op gericht om de industrie, de elektriciteitsproductie en als overheden die CO2-uitstoot versneld naar beneden te brengen. Deze Nationale Klimaatweek gaat alleen ergens anders over. Het is namelijk een week waarin Nederlanders die op een positieve manier bezig zijn met duurzame leven elkaar kunnen inspireren. En ik zou mevrouw Leijten echt willen uitdagen om de website te bekijken, de social media te bekijken, maar ook eens met een aantal van die klimaatburgemeesters in gesprek te gaan. Die vinden het namelijk leuk wat ze zelf de afgelopen jaren hebben ontdekt
over hoe je met een andere manier van leven je eigen CO2-voetafdruk kan verminderen. En ze vinden het leuk om andere mensen daar ook mee te inspireren. Dus deze Nationale Klimaatweek gaat niet over moeten. Deze Nationale Klimaatweek gaat over hoe we elkaar kunnen inspireren om ons steentje bij te dragen aan die duurzamere planeet. Dank u wel. U heeft al, SP heeft al twee vragen gehad, mevrouw Leijten. Voorzitter, dat is waar. De minister daagt mij uit op die website te kijken. Die ken ik. En ons verschil is de rol die je als overheid moet spelen om juist degenen die het meest vervuilen aan te pakken, in plaats van mensen die toch al enthousiast zijn nog verder te inspireren met allerlei gemeenschapsgeld. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Kreuger van GroenLinks. Ja, voorzitter, de reacties op social media op de Klimaatweek, daar spreekt wel uit dat mensen echt missen dat zij worden uitgedaagd om allerlei dingen te doen. En dat is belangrijk. Alleen dat de overheid gewoon achterblijft met echte stappen zetten die nodig zijn. En dan was ik echt verbijsterd om te begrijpen dat de minister gisteren bij een debat over het belastingplan heeft gezegd, ja, we doen nog een IBO-studie, maar eigenlijk verwacht ik niet heel veel nieuwe maatregelen daarin. Dus we doen nog een studie voor een extra beleid, terwijl we al met elkaar weten, er moet extra beleid komen. Want we halen die doelen niet en we falen het klimaat. De minister. Ja, voorzitter, ik ga niet het debat van het belastingplan herhalen. Zeker niet deze zeer beperkte weergave van mevrouw Kreuger. Maar ga wel nog een keer herhalen wat ik net ook tegen mevrouw Leijten zei. Willen we de opwarming van de aarde beperken tot onder de 2 graden, het liefst tot 1,5 graad, dan zit de grootste klimaatwinst de komende jaren bij het terugdringen van de uitstoot in de industrie, in de elektriciteitsproductie en de cruciale rol die de overheid, en laten we ook de financiële sector niet vergeten, die daar hebben te spelen. Dus het grootste deel van ons beleid, wet en regelgeving, CO2-beprijzing, de hele inzet van het Klimaatfonds is de komende jaren gericht op het zo snel mogelijk verduurzamen van de industrie en de elektriciteitssector in Nederland. Maar dan mogen we nog steeds, voorzitter, en dat vind ik echt, ook 1 week per jaar gewoon stilstaan bij mooie initiatieven die mensen thuis hebben, die gemeentes hebben, die bedrijven hebben, om met elkaar hier ook iets positiefs van te maken. Want er hangt een hele donkere wolk boven ons hoofd. En je kunt in de hoek gaan zitten en heel pessimistisch zijn over hoe slecht het gaat met de opwarming van de aarde. Je kunt ook 1 week per jaar proberen elkaar te inspireren en dat het op een leuke manier ook beter te gaan maken met elkaar. En daar draait de Nationale Klimaatweek om. Mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren. Nee, uw collega... Ja, maar dat is heel... Ja, maar voorzitter, met alle respect, ik heb gisteren bijna 3 uur aangescheten bij het belastingplan, waarvan we 1,5 uur over het interdepartementaal beleidsonderzoek klimaat aan het praten zijn geweest. We gaan de komende tijd ook met de Kamer regelmatig in gesprek over de klimaatnota. Ik ga hier niet in het vragenuur op een halve samenvatting van het belastingplan reageren. Dat vind ik geen recht doen aan de belang van dat onderwerp. Mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren. Ja, gaat uw gang. Voorzitter, ik probeer toch af te sluiten met iets positiefs. Want de minister zei net dat we minder vlees moeten gaan eten en dat het voor hem ook geen taboe is. En daar ben ik heel blij mee dat hij dat heeft gezegd. En daarnaast vraag ik me dan af, is dat dan niet een heel goed idee om daar concrete doelstellingen over op te nemen in het klimaatbeleid? En is daar onderzoek naar gedaan van wat er nodig is, hoeveel minder vlees we moeten gaan eten om ook daadwerkelijk de klimaatdoelen te halen? Minister. Ja, voorzitter, onderdeel van de uitwerking van de Nationale Eiwitstrategie is dus echt van welk percentage willen we dat Nederlanders in 2030 plantaardig eten? En dan zullen we dus ook inderdaad maatregelen moeten uitwerken hoe we dat dan gaan ondersteunen. En een belangrijk onderdeel daarvan is denk ik gewoon heel concreet advies, informatie via publiekscampagnes, zodat we mensen daar ook bij ondersteunen. Maar ik denk ook aan maatregelen die we in de supermarkt zullen moeten nemen, zodat mensen beter geïnformeerd daar de juiste keuze kunnen maken. En zo is er vast nog veel meer te bedenken. Dus verdere concrete doelen zullen we daaraan moeten verbinden de komende tijd. Mevrouw Teunissen. Ja, voorzitter, tot slot. Dus, gaat de minister concrete doelen opstellen daarvoor? En wanneer komt hij dan daarmee? Ja, de verdere uitwerking van die Nationale Eiwitstrategie komt volgens mij nog eind dit jaar. Sowieso ook bij het vaststellen van het volgende klimaatprogramma in het komende voorjaar. Daar wordt dus die gedragscampagnes worden daar een groot onderdeel van. En de komende tijd krijg ik ook nog advies van de gedragswetenschappers over hoe we dus het meer plantaardige voedsel daar een belangrijk onderdeel van kunnen maken. En mevrouw Teunis vroeg ook inderdaad of dat ook concrete doelstellingen zijn. Ja, nee, maar de uitwerking van die doelstellingen zit dus in de Nationale Eiwitstrategie die vanuit LNV komt. Maar ik zal zelf in het volgende klimaatprogramma aangeven hoe ik die gedragscomponent daarin meeneem. Okay. Dus ik,
Ik interpreteer dat als een ja voor mevrouw Teunissen. Dan wil ik de minister voor Klimaat en Energie danken voor zijn aanwezigheid hier in de Kamer. En dan heet ik de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van harte welkom in onze midden. En ik nodig inderdaad mevrouw Agema van de PVV uit. Zij heeft een mondelinge vraag aan de minister over de nieuwe vaccinatieronde, waarin verouderde vaccins worden gebruikt in de vaccinatiecampagne planjeprik.nl, die suggereert dat het vernieuwde vaccin wordt gebruikt. Even of de minister zit. Ik geef het woord aan mevrouw Agema van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Met de introductie heeft u al bijna mijn bijdrage gedaan. voorzitter, vorige week zaterdagmorgen ontving ik allemaal boze e-mailtjes in mijn inbox. Die waren niet tegen mij gericht, voorzitter, maar tegen de minister. Inderdaad, omdat heel veel mensen boos zijn dat er verouderde vaccins worden gegeven, terwijl in de campagne van de minister aangegeven wordt dat er nieuwe zijn. Hè. Het nieuwe tv-spotje van Plan Je Prik stelt heel duidelijk, ik citeer, en het vernieuwde vaccin beschermt tegen meer virusvarianten. Extra belangrijk als je meer risico loopt om ernstig ziek te worden door corona. Dat is voor een heel aantal mensen, ook in mijn achterban, voorzitter, waarvan de helft van de onze stemmers de herhaalprik is gaan halen, zijn er heel erg teruggesteld over. De overheid stelt en beweert dat je een vernieuwd vaccin krijgt met een bredere afweer. Daar heeft ook de heer Van Dissel in de laatste technische briefing breed over verhandeld. En vervolgens gaan ze die prik halen en dan krijgen ze een verouderd vaccin. Dus mijn vraag aan de minister is, hoe kan dat? Is dat dan toch weer die verkeerde zuinigheid? Welk risico neemt hij hiermee dat hij een verouderd, aan alle kwetsbare, alleroudste, een verouderd vaccin heeft gegeven? Kan hij ook iets zeggen over de veiligheid van herhaalprikken? Ik krijg er ook berichten over, voorzitter. Bijvoorbeeld omdat het Europees Medicijnagentschap bij de vierde prik al had gezegd dat het immuunsysteem een optater kan krijgen. Wat betekent dat dan voor een vijfde prik? En wat betekent dat voor oudere mensen met een beperkte afweer? Daarbij krijgen we ook nog berichten over de basisserie. Dat mensen die nu nog opnieuw een basisserie, die zich nu pas laten vaccineren, omdat bijvoorbeeld nu pas Novavax beschikbaar is gekomen, dat zij te horen krijgen dat ze eerst nog die eerste twee andere prikken moeten gaan halen. En dat vinden die mensen heel erg oneerlijk. Waarom zou je nog drie oude prikken gaan halen en dan nog twee nieuwe? Omdat die mensen bijvoorbeeld op familiebezoek in Amerika willen, voorzitter. En daarvoor zul je twee prikken gehad moeten hebben. En dan zegt de overheid, nou haal er maar vijf. Zoiets begrijp ik. Misschien kan de minister daar ook iets over zeggen. En tenslotte nog, voorzitter, ja, wat ik dus ook nog even wilde aanhalen en wilde citeren is dus dat de heer Van Dissel ook heel duidelijk tijdens de technische briefing van 28 september heeft gezegd, ik citeer, het is momenteel belangrijk dat die vaccinatieronde met bivalente vaccins is gestart. Daarvan weten we uit verschillende onderzoeken dat de afweerreactie breder is. En hoe kan het dan dat het ministerie tegen het AD heeft gezegd, het artikel naar aanleiding van ik deze vragen stel, dat het volgens het ministerie niet uitmaakt welke herhaalprik wordt gebruikt? Dank u wel. De minister. Dank u wel, voorzitter. De afgelopen bijna drie jaar, we gaan binnenkort, begin volgend jaar, gaan we het vierde jaar in met corona. De afgelopen bijna drie jaar hebben we verschillende varianten en subvarianten van het coronavirus gezien. U kunt zich nog herinneren, oorspronkelijk variant uit Wuhan. We hebben een beta, een gamma, een delta en nu sinds begin van dit jaar dominant een omicron variant. En bij die varianten hebben we ook telkens weer subvarianten en sub-subvarianten en sub-sub-subvarianten gezien. Feitelijk is het zo, en dat wordt ook al heel lang gebruikt in de infectieziekte, is dat als je maar een fijnmazige typering doet van het virus bij een specifieke infectie, dat je zelfs kunt nagaan met enige waarschijnlijkheid of hoge mate waarschijnlijkheid van wie je de infectie hebt opgelopen. Omdat het bijna op individuele niveau subvarianten zijn. Als we alleen kijken naar omicron, dan hebben we in de afgelopen maanden 7 omicron subvarianten in Nederland gehad, waarvan er nu nog 5 circuleren. En als je alleen al kijkt naar 1 van die 5, de zogeheten BA5, dan heeft die weer ongeveer 60 subvarianten die getypeerd worden. En zoals ik al aangaf, als je nog verder typeert, zou je op nog veel meer komen.
Bij de basisserie en de boostvaccinatie hebben we gevaccineerd met een vaccin wat gericht was op de oorspronkelijke Wuhan-variant, daterend uit eind 2019. Toen al waren er in Nederland andere varianten dominant. Bij de basisserie in de eerste helft van 2021 ging het om de Alpha-variant. Bij de herhaalprik in het najaar ging het om de Delta-variant. En desalniettemin was de bescherming van de vaccins tegen ernstige ziekte en sterfte hoog. Wat we op dit moment doen, is dat wij vaccineren met een bivalent vaccin, wat afweer opbouwt tegen en componenten bevat van zowel die oorspronkelijke Wuhan-variant als van de nieuwere en huidige circulerende Omicron-variant. Die Omicron-variant is, zoals ik dat al noemde, al langere tijd dominant. De onderlinge verschillen tussen de Omicron-subvarianten en dus ook de onderlinge verschillen tussen de bivalente vaccins zijn klein. Dus wat dat betreft, voorzitter, neem ik ook niet de typering van mevrouw Agema over oude en daarmee daarentegenovergesteld nieuwe vaccins. Dit zijn allemaal nieuwe vaccins waar nu mee gevaccineerd wordt. De verwachting is dat de bivalente BA1 en BA45 in combinatie met allebei Wuhan beide effectiever zijn tegen de nu circulerende virusvarianten dan de oorspronkelijke monovalente vaccins. Beide vaccins bieden dus goede bescherming tegen coronavirus in de brede zin. Mevrouw Agema had ook nog een andere vraag gesteld. Ja. Ja, dus ik wacht nog even af, voorzitter. Ja, doet ja. U dat? Want als we de aanvullende vragen, gehoord, dus de aanvullende vragen, voorzitter, als het gaat over zuinigheid. Nee, er is hier geen sprake van zuinigheid. Wij gebruiken de nieuwste vaccins, zowel van Pfizer als van Moderna, los van de eiwitvaccin wat mevrouw Agema aangaf. Is er sprake van een verschil in risico? Dan is het antwoord eveneens nee tussen die beiden. Dus ook daar speelt geen factor door. En de veiligheid van de vaccins is iets wat continu gemonitord wordt. En waar desgewenst als er aanwijzingen zijn voor toch in de lange termijn follow-up van bijwerkingen die eerder onvoldoende duidelijk zijn, dan wordt ook daar, en ik heb daar recent wat over gezien, wordt ook daar een signaal over gemaakt. Bijvoorbeeld in de zin van de bijsluiter en de informatie naar personen die zich moeten laten vaccineren. Mevrouw Agema. Ja, ik heb wel meer vragen gesteld, ja. Voorzitter. Die kunt u nog even kort... Ja, dan moet ik ze even herhalen, want ja. Dat is wat ik opgeschreven heb. Zuinigheid, risico, veiligheid en beschermt deze tegen de huidige varianten. Ik geef het woord nog even aan mevrouw Agema om de vraag even te herhalen. Nou, dank u wel, voorzitter. Kijk, ik weet dat de minister is arts. Maar ik vind dat hier toch een hele vreemde situatie aan het ontstaan is. De minister is arts, maar hij is bijvoorbeeld geen microbioloog. Hij is geen expert op het terrein van vaccins. En alleen al in het stuk van het AD wat ik hier aanhaal, schrijft arts-microbioloog de heer Mulder, die uit zijn onbegrip over het feit dat er een mogelijk betere herhaalprik beschikbaar is, maar dat deze niet wordt verstrekt. En wat mij nou zo verwondert, is dat de minister hier stelt, ja, maar of je nou het vaccin hebt dat gemaakt is voor de Wuhan-variant of het bivalente vaccin, waarin ook de Omicron-variant is meegenomen, ja, dat maakt niet zoveel verschil. Maar dat is wat de minister vindt. En het ministerie van VWS plaatst zichzelf nu kennelijk bovenaan in de ladder van de wetenschap. Ja. De wetenschap waar ze al die tijd... Ik doe maar meteen mijn tweede termijn, voorzitter. Okay. Waar ze al die tijd naar verwezen hebben. En die zeggen wat anders. Het RIVM zegt iets anders. En de voorzitter van het OMT, de heer Van Dissel, zegt ook iets anders. Het RIVM zegt ook heel duidelijk, dat citeer ik ook uit het krantenbericht in het AD. Bij het RIVM formuleren ze het anders. De verwachting is dat alle drie de vernieuwde vaccins met allemaal een spike-eiwit van de Omicron-variant effectiever zijn tegen de nu circulerende virusvarianten dan de originele varianten. Het nieuwe tv-spotje, die had ik al geciteerd. Daarin zeggen ze van, nou, meer virusvarianten, het vernieuwde vaccin beschermt beter. En het was de heer Van Dissel die in de technische briefing zei, uit verschillende onderzoeken blijkt dat de afweerreactie breder is. Dus ik snap niet waarom de minister zich plaatst nu als VWS boven RIVM en voorzitter van het OMT. Ik vind dat sowieso heel vreemd. En wat ik ook niet begrijp is dat... ik hoop dat de minister wil begrijpen dat als hij zelf namens de Rijksoverheid in zijn spotje zegt, dit is een nieuwe vaccinvariant en die is beter. Het is extra belangrijk als je meer risico loopt.
dat hij vervolgens als minister iets anders zegt. Ik hoop dat hij begrijpt dat mensen dan dat verwarrend vinden, dat ze ook boos worden. En ik hoop ook dat hij begrijpt dat daardoor ook mensen argwanend worden in de richting van het beleid. De overheid zegt aan de ene kant in het spotje, dit is beter. En de voorzitter van het OMT zegt dit is beter, het RIVM zegt dit is beter, een microbioloog in de krant zegt dit is beter. En de minister zegt nu er is geen enkel verschil op het moment dat hij met zijn oude voorraad nog weg gaat prikken. De andere vraag was de veiligheid van de vaccins als het gaat om de herhaalprik. Europees Medicijnagentschap heeft gezegd dat de vierde prik een optater aan het immuunsysteem kan geven. Kan de minister daarop terugkomen? Want we zijn nu toe aan die vijfde prik. Die geef je aan mensen met een hoge... hoge mate van kwetsbaarheid. Hoe zit het met die veiligheid? En ook nog de mensen die pas nu zich willen laten vaccineren, omdat ze bijvoorbeeld naar familie in Amerika willen, daarom graag een Novavax-vaccin willen, maar worden weggestuurd omdat ze eerst nog twee oude Wuhan-vaccins moeten gaan halen. Dank u wel, mevrouw Agema. Het woord is aan de minister. Ja, voorzitter. Allereerst, ik plaats mij niet boven de heer Van Dissel of boven een OMT-vaccinatie wat hij ons hierover adviseert. Sterker zelfs, ik volg precies dat advies en daar heb ik uw Kamervoorzitter op 8 september schriftelijk ook over geïnformeerd. Wat het advies was en is exact aangegeven hoe wij dat advies opvolgen en waarom. Dus dat doen we bij deze. Dat is dus ook niet het wegprikken van een oude voorraad. Integendeel, we hebben nieuwe vaccins aangeschaft en die gebruiken we op dit moment. En dat is precies zoals mevrouw Agema terecht zegt. Die wekken een bredere respons op, namelijk ze zijn bivalent. Ze bevatten componenten van het oorspronkelijke Wuhan-virus en componenten van de huidige Omicron-variant. En daarmee wek je een bredere respons op en heb je een bredere respons tegen de nu vigerende, al 10 maanden circulerende Omicron-variant. Dus dat is precies wat we doen. Ik volg het OMTV, ik volg ook de adviezen van de heer Van Dissel. En we wekken inderdaad een bredere respons op tegen meer virusvarianten, zoals de overheid dat stelt. Even ten aanzien van het artikel van het AD. Ik heb dat artikel uiteraard gelezen met veel belangstelling. En wat daarin geciteerd wordt is de minister van Volksgezondheid van Duitsland, de heer Lauterbach, die zegt dat hij blij is dat er nu gevaccineerd wordt voor het eerst met een vaccin wat zich richt tegen de dominante variant die nu circuleert. En dat is precies wat we in Nederland doen. Zoals ik al aangaf, bij de eerste serie vorig jaar, begin vorig jaar, vaccineerden we met een vaccin wat gebaseerd was op Wuhan. Maar hadden we ondertussen een alfa-variant. Bij de herhaalprik vorig najaar, november, december, vaccineerden we nog steeds met het vaccin wat gebaseerd was als Wuhan. Maar hadden we ondertussen een delta-variant. Nu hebben we Omicron en we gebruiken een vaccin wat ook gebaseerd is op Omicron. Dank u wel. U heeft nog twee vervolgvragen straks. Ja. Ik raak een beetje in de war van wat de minister... Ik stelde mijn eerste vragenronde. Toen ging de minister vertellen waarom hij nog steeds dat oude vaccin gebruikte. Daar was zijn hele motivatie op gebaseerd. Ik stel nog een keer vragen en dan gaat hij antwoorden over waarom hij het nieuwe vaccin gebruikt. Voorzitter. Ja. Maar dit is een heel vreemd verloop van een vragenuurtje. Ik vraag de minister om daarop te reageren en dan heeft u nog misschien nog twee pogingen nodig om het nog wat concreter te krijgen. Het woord is aan de minister. Ja, voorzitter. Ik vraag me af of ik het nog op een andere manier moet zeggen. Mevrouw Agema die parafraseert mij steeds op een wat bijzondere manier. Ik zeg nadrukkelijk dat wij gebruik maken van nieuwe vaccins. Nieuwe vaccins. Die recent goedgekeurd zijn door de EMA. En wij doen dat op basis van een advies van het OMTV, zoals ik begin september uw Kamer ook heb geïnformeerd. Dat zijn vaccins die voor het eerst bivalent zijn en gebaseerd zijn op de oorspronkelijke variant plus de variant die nu dominant is in Nederland. Dat is nieuw. Ja. Mevrouw Agema. Ja, maar voorzitter, dit artikel gaat over dat de minister aan het prikken was met de oude vaccins. Daar gingen de vragen over. En of de minister zegt, dit is onwaar, het is gelogen wat er in het AD staat. Er is niet geprikt met verouderde Wuhan-vaccins voor die nieuwe prikronde. Of hij zegt, ja, dat deed ik wel. Ik heb eerst de oude voorraad opgemaakt. En nu is die oude voorraad op. Die heb ik aan de alleroudste en de meest kwetsbare gegeven. En nu ben ik dus begonnen met die aangepaste bivalente vaccins. Maar het is niet allebei waar natuurlijk. De minister. Ja.
Voorzitter, dank voor deze verdere verheldering. Wij zijn, en daar heb ik uw Kamer eerder ook schriftelijk over geïnformeerd, vanaf het begin van de ronde nu in september hebben wij geprikt met de bivalente vaccins. Dus met de nieuwe vaccins. We hebben niet oude vaccins weggewerkt die alleen gebaseerd waren op Wuhan-variant. Ja, tot slot, mevrouw Agema. Nou, oké, maar dat had de minister gewoon in zijn allereerste zin kunnen zeggen dan, toch? Is hier een Kamerlid dat komt vragen stellen naar aanleiding van een heel uitgebreid bericht in het AD. En dat heeft een discrepantie met de reclamecampagne, tv-spotje van de minister. Daar stelt ze Kamervragen over. De minister gaat lopen antwoorden waarin hij motiveert waarom hij die oude vaccins gebruikte. Vervolgens komt er een tweede en een derde termijn. En nu zegt de minister, ja, maar ik heb al die tijd geprikt met die nieuwe. Ja, voorzitter, ja, maar dan wordt het ondertussen wat storend. We moeten het bandje maar eens gaan terugkijken. Maar het is een hele vreemde gang van zaken zo, voorzitter. Ja. Als de minister hier zegt, ik heb deze vaccinatieronde alleen die nieuwe aangepaste variant gebruikt. Prima, maar dan had hij dat in de eerste zin kunnen zeggen. Dan hadden we elkaar hier 10 minuten debatteren kunnen uitbesparen. Volgens mij heeft de minister dat net bevestigd, dat er geen verouderde vaccins zijn gebruikt. En waar ik uw Kamer ook schriftelijk op 8 september over geïnformeerd heb. Ja. Mevrouw Van den Berg, CDA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, want ik begrijp wel de verwarring ook die is ontstaan door het artikel. En de minister heeft dat denk ik net hier uitgelegd, maar niet iedereen is iedere week met corona bezig. Dus ik begrijp ook als mensen bij de GGD komen dat ze daar misschien toch vragen over stellen. Dus is het voor de minister mogelijk om in de informatie die geeft op websites en ook anders bijvoorbeeld bij de GGD om dit op een simpele manier aan mensen toch uit te leggen. Want door het woord, volgens mij ging het over de tweede charge van bivalente vaccins, en dat daardoor het woord oud is gebruikt. Zeker, voorzitter, dat kunnen wij van harte doen. En om daar nog een keer heel duidelijk over te zijn, in lijn met wat ik net al vertelde. We hebben varianten van corona. De huidige variant al heel lang is de Omicron variant. En die Omicron, net als in het verleden, die varianten, die kennen subvarianten. Daarvan hebben we er in Nederland 7 gehad, nu nog 5. En die 5 subvarianten, die kennen weer vele sub-subvarianten. En waar de verwijzing naar was, was in dat artikel ook naar verschillende sub-subvarianten. Maar in essentie, en daarmee verwijs ik opnieuw even naar eerdere schriftelijke informatie in het OMTV-advies. Wij vaccineren nu met een vaccin wat zich richt tegen Wuhan plus Omicron. Ja, als allerlaatste, heel kort om het voor iedereen te verduidelijken. Dus de vaccinatieronde die in september is gestart. De vaccins die daar worden gegeven, zijn die nou de B1 variant of de B4-5 variant? Ze hebben de mensen nou de nieuwe gekregen, B4-5, of krijgen ze B1? De minister. Tot nu toe krijgen ze een gecombineerd vaccin, dus bivalent vaccin, waaronder Omicron. De eerste die we daarvan gekregen hebben richtte zich op BA1. En daar werd tot nu toe mee gevaccineerd. Maar dat is niet een oud vaccin. Dat is een nieuw vaccin wat pas heel recent door de EMA is goedgekeurd en recent is aangeschaft. Dank u wel. Mevrouw Thiele, VVD. Ja, het vervelende is natuurlijk dat inderdaad al die varianten en subvarianten, de minister kan het heel goed inhoudelijk uitleggen. Alleen de meeste mensen in Nederland snappen het niet meer en willen gewoon zeker weten dat als ze die prik gaan halen, dat ze dan ook daadwerkelijk beschermd zijn tegen zoveel mogelijk besmetting, ernstig ziek worden bij corona. En we zien ook dat de vaccinatiegraad en de boostergraad eigenlijk achterblijven. Dus mijn vraag aan de minister is, wat gaat u eraan doen als het gaat om communicatie over de coronavaccins, om te zorgen dat de meeste mensen gewoon netjes gevaccineerd worden, zodat ze ook kunnen voorkomen dat ze ernstig ziek worden? De minister. Eerst even ten aanzien van zo helder mogelijk informeren. Dat is precies wat we nastreven. Dus we leggen uit dat het huidige vaccin een vernieuwd vaccin is ten opzichte van dat wat we oorspronkelijk hadden. En dat het zich daarmee ook richt tegen de huidige, al heel lang aanwezige, dominante variant, namelijk Omicron. Dat is wat we doen. En dat staat nadrukkelijk overal. Mevrouw Agema gaf daar ook net een aantal voorbeelden van. En dat zijn ook de vaccins die we gebruiken. Ten aanzien van de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk brengen, de campagne loopt volop. De huidige stand is dat er meer dan 3 miljoen prikken gezet zijn. Als ik alleen voor de eerste 3 weken de vergelijking mag maken tussen de najaarsronde vorig jaar en de najaarsronde nu, waren er vorig jaar in de najaarsronde in 3 weken 700.000 mensen gevaccineerd en nu in 3 weken 1,2 miljoen.
We gaan kijken waar het uiteindelijk uitkomt. Ik kan u vertellen dat de meest recente update voor de mensen, in ieder geval die het eerst begonnen zijn, dat tussen 70 en 90 zit de vaccinatiegraad voor de herhaalprik. Voor diegenen die een basisserie hebben gehad, zit ondertussen boven de 60% en de teller stopt nog niet. We gaan kijken waar we uitkomen. Dank u wel. De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Ja, dank u. De minister zegt het zojuist. De campagne gaat door, terwijl er steeds meer verontrustende signalen naar buiten komen. Dus we hebben vorige week vernomen dat hevige menstruatiebloedingen, dat het nu een erkende bijwerking is van de vaccins. Dat moet van de EMA, het Europese Geneesmiddelenbureau. We zitten natuurlijk met die oversterfte, onderzoek naar wordt gedaan. We zitten met het feit dat Pfizer erkend heeft dat het niet helpt, dat geen onderzoek is gedaan naar het voorkomen van transmissie. En nou is mijn vraag aan de minister. Gezien al deze verontrustende signalen, is het nou verstandig om die campagne, die vaccinatiecampagne, maar te blijven doorzetten? Terwijl we weten, ik hoop dat tenminste dat erkent, dat mensen onder de 70 vrijwel geen risico lopen. Dus waarom dit doorzetten? De minister. Ja. Voorzitter, ik denk dat dat buitengewoon verstandig is. Sterker zelfs, dat is datgene wat je bij uitstek moet doen tegen de telkens weer terugkomen in volgende golven corona-infectie. Dat is ook iets wat ook bij eerdere discussies over corona hier breed in de Kamer werd gedeeld. Dus vaccineren is het belangrijkste wat je kunt doen. De heer Van Houwelingen, tot slot. Ja, dank u, voorzitter. Ja, en voor ons is dit dus onbegrijpelijk. Hè? We zien om ons heen de sinistere signalen, hè? De oversterfte, de extra bijwerkingen die er steeds maar weer bijkomen. En vooral, we weten niks over die lange termijn bijwerkingen en toch blijft de minister, ook voor mensen die geen enkel risico lopen, die vaccinatiecampagne maar doorzetten. En ja, wij vinden dat totaal onverantwoordelijk. Tot slot, de minister. Ja, ik heb hier eigenlijk geen aanvulling op, voorzitter. Ja. Zoals ik al aangaf, het belangrijkste wat we kunnen doen is vaccineren en dat aanbieden aan degenen die dat willen. Dank u wel. Dan wil ik de minister bedanken voor zijn beantwoording en mevrouw Agema voor het stellen van de vraag. En volgens mij is er uiteindelijk toch wel helderheid ontstaan. Ik schors de vergadering voor een enkel moment en dan gaan we over tot de beëdiging.